Hallo, hier is Wendy en we zijn weer terug voor ons derde tutorial over Minecraft, een creepertje. De eerste twee hebben we gemaakt en we gaan nu deze maken. Die gaat als volgt. En wil je meer informatie dat dit je eerste filmpje is die je ziet van Minecraft? Het garen is nummer 310 zwart en groen nummer 25. Je kan het bestellen, maar kijk dan even filmpje 1 alsjeblieft, want daar staat alles in hoe het werkt om te bestellen in Nederland. Het gaat als volgt. We gebruiken 5 draadjes zwart en die heb ik hier uitgetekend. En we zien hier dat we moeten beginnen met de 2 buitenste draadjes. Die willen we graag zien en wat we graag willen zien gaat over groen. Dus we hebben hier de 2 buitenste draadjes, die leggen we over groen. De 3 andere blijven liggen en dan doen we het groen overheen. 1 omslag. 1. Dan staat er dat we alle 5 de draadjes moeten gebruiken en 2 keer. Kijk, 1 en 2. Dus alle 5 de draadjes gaan over groen. Dat is lekker makkelijk. Dat ziet er als volgt uit. En dan doen we 2 keer een omslag. 1 en 2. En dan staat er de 3 middelste alleen maar gebruiken. Dus de 2 buitenste doen we terug. Dat is deze. En deze doen we terug. De 3 middelste gaan over groen. En die moest 1 keer. 1 omslag. En dan staat er alleen de middelste willen we graag zien. Dus dan gaan de 2 naast weer terug en dat ziet er als volgt uit. De middelste gaat over groen, de andere 4 leg je netjes op een rijtje zoals ze horen. Zo, en die moest 1 keer. 1 omslag. Dat was 1 omslag. En nu de ogen. Is de 2 buitenste hier en de 2 buitenste hier wel. En alleen het middelste draadje hoeven we niet te zien. Dus deze 2 buitenste gaan over groen. Het middelste draadje brengen we terug. De onderste 2 moesten ook over groen. Er zijn ook ogen. Even zorgen dat het netjes ligt. En 2 keer een omslag. Kijk, 1 en 2. 2 keer een omslag. Dan zijn we klaar en brengen we alles weer terug. Je zorgt dat ze alle 5 netjes op een rijtje liggen. Zo. En dan 2 keer. 1 en 2. En kijk, klaar is de creeper. Hij is net even anders als deze. Die heeft wat langere tanden en is wat hoekiger. Deze loopt een beetje spits bij de neus. En dan mooi bij de 2 oogjes. Dus kijk welke jij het mooiste vindt. 1, 2 of 3. En je kan dan of een creepertje doen met je naam en weer een creepertje. Of je maakt een hele armband vol met creepers. Het is maar net wat je zelf heel erg mooi vindt. Ik ga deze armband afmaken en deze wordt binnenkort verloot bij een andere website van Game Control. Die heeft erom gevraagd of ik dit wilde maken. Dus dat ga ik doen. Dat wordt een giveaway. Dus kijk op YouTube bij Game Control. Hij maakt allerlei leuke filmpjes over Minecraft en geeft ook tutorials hoe je dingetjes moet maken. En daar komt binnenkort deze giveaway. Dus let op die site. Bedankt voor het kijken. Veel succes met zelf maken. En graag tot de volgende tutorial.